Wat is nou eigenlijk franchise? En misschien denk je veel, wat een gekke vraag, want misschien weet je wel wat franchise is. Maar het is goed om te beseffen wat franchise is en met name ook hoe het in elkaar zit. Want op het moment dat je dat weet, dan weet je ook wat jij eraan kan hebben. Nou, in de basis is franchise eigenlijk een zelfstandig ondernemer, een franchiser, die een concept heeft gekocht of tijdelijk huurt, hoe je het ook wil zien. Wat reeds eigenlijk aangetoond werkt. Nou, denk dan aan bijvoorbeeld bekende namen als McDonald's, Kentucky Fried, de Gamma, de Hypotheker. Nou, zo zijn er veel en veel meer. Wat we vaak denken is dat franchise iets is waarbij alles besloten wordt op een hoofdkantoor. Maar dat is niet waar. Wat heb jij er als ondernemer aan, als verkoper? Nou, dat is het volgende. Je hebt eigenlijk twee soorten franchise. Je hebt hard franchise, waarbij daadwerkelijk wel op het hoofdkantoor alles besloten wordt en is vastgelegd in dikke manuals. Dus wil je daar iets, dan zou je bij het hoofdkantoor je moeten melden en moeten kijken of je daar aan tafel kan komen. En je hebt soft franchise. En bij soft franchise neemt de ondernemer wel de naam aan van de franchisegever, neemt ook wel een gedeelte van de diensten af van het kantoor en zorgt in ieder geval in een bepaald inkoopverband dat ze daar voordeel uit halen, maar ze zijn voor een heel groot stuk ook daadwerkelijk zelfstandig. Dat wil zeggen, ze kunnen zelf beslissingen nemen, bijvoorbeeld in hun assortiment, met wie ze zaken doen, etc. En dat geldt zelfs voor partijen als McDonald's. Wanneer je nu weet dat het op die manier in elkaar zit, is het voor jou misschien ook heel interessant om eens te kijken voor welke franchise-ondernemers ken ik, bijvoorbeeld in mijn regio, en bij wat voor type franchise-nemer zit ik aan tafel. Op het moment dat je nu weet dat die soft franchise-nemer, dat die zelf een heel aantal dingen mag beslissen, dan zal hij zich misschien nog wel verschuilen achter het hoofdkantoor, want dat is voor hem makkelijker. Hij heeft misschien geen zin om met jou aan tafel te zitten. Maar in de basis mag hij voor een groot gedeelte wel met andere zaken doen. Nou, voor jou is het goed om te weten wie en wat, welke organisatie zit ik nu mee aan tafel, hoe zit die organisatie in elkaar en is deze ondernemer wel of niet zelfstandig bevoegd om zo'n beslissing te nemen.